Wij zijn Mans Bakhuis en Bart Groeneweg. Wij zijn de eigenaars van een bakrestaurant. We hebben altijd zelf in de bank bezig gewerkt 4 jaar lang. We hebben voor de bank ook veel gereisd. We kwamen in Singapore eigenlijk een concept tegen. En dat misten we in Amsterdam. En uiteindelijk besloten om dit te beginnen. Het is een Build Your Own menu concept. Dat eigenlijk wil zeggen, we hebben hier menu's liggen. Die vul je in met eigenlijk alle ingrediënten die je graag zou willen zien. Een bowl, zoals we dat noemen. En dan maken we het vers voor je klaar. We zijn nu 3-4 weken geopend. We hebben echt een stille opening gehad, zeg maar. Letterlijk de deur opengezet en kijken wie er binnenkomt. De eerste reacties zijn goed. Veel mensen komen terug. Veel dezelfde namen die voorbij zien komen op de bestelplatformen. We stonden een beetje ons aan het oriënteren waren op de keukenmarkt. Toen weet ik nog in het begin, toen kwam hier iemand van een niet-nadelijke partij. En die wou ons een heel spectrum aan servicepakketten bieden. We willen gewoon een goed product voor een goede prijs. Maar we willen niet betalen voor dingen die we niet gebruiken. En toen zijn we eigenlijk via een kennisfonds zijn we bij XXL Horeca gekomen. Omdat het toch wat meer recht toe recht aan was, met ook de belofte voor een goede service desk. En daar zijn we eigenlijk op gesprek gegaan en dat beviel heel goed. Dat waren gewoon, je hebt een prijs voor product die betaalt, het wordt geleverd en je laat het installeren. En dat is eigenlijk precies wat wij wouden. Goede webshop waarbij je alle soorten verschillende prijzen ziet voor de verschillende keukenmateriaal die je nodig hebt. We hadden een beetje denk ik ons concept neergelegd. Ja, met die informatie zijn we eigenlijk naar XXL gegaan. En toen zijn we uit een soort lijstje gekomen voor producten die we eigenlijk nodig hebben. Ja. En dat hebben we eigenlijk besteld gewoon. En dat is in één keer goed gegaan. We hadden een hele strakke tijdsplanning hadden we ingedeeld voor het bouwen van deze zaak. Waarbij eigenlijk elk deel van de zaak op een ander moment af was. En wat we met XXL heel mooi hebben kunnen doen, is dat alle dingen voor de spoelkeuken achterin, die werden eerder geleverd. En toen kwam eigenlijk dag voor dag kwam de rest binnen. Waardoor alles meteen nadat het geleverd werd geïnstalleerd kon worden. Dus ik denk dat vooral de goede service vanuit een helpdesk erg goed is. Snelle reactietijd op zaken die voor ons op dat moment heel erg dringend waren. Dat we gewoon doorbouwen met de verbouwing. Ja, en dat ook wat ik fijn vind aan XXL is dat je op een gegeven moment werkt die levering, dat gaat soepel en je hebt contactpersoon met XXL. En dan ook met kleine zaken merken we nu dat we dat bijvoorbeeld een aardappelschiller, iets heel kleins, dat bestellen we nu eigenlijk ook al bij XXL, omdat je dan soort van één go-to punt hebt. Dat vind ik zelf wel een heel groot voordeel. Nee, ik denk zeker om die fijne samenwerking met XXL, die was zo goed. Ik denk dat voor een tweede vestiging, als wij die snel willen gaan openen, dat we zeker XXL gaan weer benaderen. We zitten dus op de Centuurbaan Amsterdam, nummer 344. Dus als je langskomt, dan ben je altijd welkom om te proeven wat wij voor jou te bieden hebben. Ja, kom maar lekker een bakje aan.